Er was eens een burgemeester in een stadje, niet zo heel ver hier vandaan, dat Hamelen heette. De burgemeester leefde er rustig en zonder zorgen en hoefde elke dag niet veel meer te doen dan kleine klusjes te laten opknappen en mensen begroeten. De burgemeester hield van zijn rustig leventje. Maar op zekere dag... Secretaris! Ja, burgemeester. Wat nieuws? De oude pomp op de markt is stuk. Ja. En de vlag van Hamelen is versleten. Ja, ja. Dat is het? Ja. Nee. Er is ook nog een brief van een mevrouw Hermans. Die klaagt dat de ratten bij haar in huis zitten. Dat mens heeft toch altijd wat te klagen, hè? Kom, geef je. Dat is toch niet normaal? Ik ben burgemeester. Ik ben er om lintjes door te knippen, om toespraken te houden, om wijntjes te drinken. Toch niet om saaie brieven voor te lezen. Zo. Zo, dit is allemaal weer geregeld. Toch wel. Beste burgemeester, ons huis zit boordevol ratten. Ons huis zit boordevol ratten. Ik ben al 3 keer gebeten. Kunt u er iets aan doen? De groetjes van Sintje. Dat is precies de moeder. Dory! Het stinkt hier van de ratten! Burgemeester, zo kan het echt niet langer. Nu moet u eindelijk eens wat doen. Heel Hamelen staat op zijn kop. Secretaris, ik ben de hele dag bezig met burgemeester te zijn. Daar word je onwaarschijnlijk moe van. Burgemeester, we zitten met een rattenplaag. Hoezo een rattenplaag? Daar weet ik niets van. Een rat? Nee. Secretaris, wat moet ik doen? Een beloning uitreiken voor al wie die ratten kan wegjagen. En de burgemeester loofde een beloning uit van wel 1000 goudstukken aan wie de ratten kon wegjagen. Onmiddellijk kwamen er een heleboel rattenvangers naar Hamelen. Ze probeerden de ratten dood te slaan, te vangen of te verdrinken. Maar niets hielp. De rattenplaag werd erger en erger. Je zag geen mens meer op straat. Alleen maar ratten. Ik ben een rattenvanger. Nog één? Ik kan u in 1 klap van alle problemen afhelpen. Meneer, help mij. Help Hamelen. En ik geef u 1000 goudstukken. Ik wil 1 goudstuk. Voor elke rat. Heeft u wel eens goed rondgekeken? Er lopen niet wel 10.000 ratten rond in Hamelen. Dus wil ik 10.000 goudstukken. Goed.
Maar dan wil ik niet één rat meer zien. Geen enkele. De rattenvanger verliet de stad en ging naar de grote rivier die naar de zee stroomde. Hij bleef de vreemde melodie spelen en alle ratten doken in het water. Het leek wel tovermuziek. Pas toen de laatste rat verdwenen was, stopte hij met spelen op zijn toverfluit. Tevreden zo, meneer de burgemeester? Beste man, ik ben je zeer dankbaar voor je hulp. Hier is je beloning. 1000 goudstukken. De afspraak was 10.000 goudstukken. 10.000 goudstukken? 1000 goudstukken waren er afgesproken. Nou, toch fijn dat we dit als volwassen mannen hebben kunnen oplossen. Je mag je goudstukken houden. Een afspraak is een afspraak. En daar had je aan moeten houden. Opnieuw speelde de rattenvanger de vreemde melodie. Alle kinderen uit het dorp kwamen naar hem toe. Toen hij wegging, volgden de kinderen de rattenvanger en ze verdwenen. Vaders en moeders huilden van verdriet, maar dat hielp niets. Hun kinderen waren weg en bleven weg. Zo gingen er dagen, weken, volgens sommige bewoners van Hamelen zelfs jaren voorbij. Uiteindelijk besloot de burgemeester zelf op zoek te gaan naar de kinderen. Hij ging af op de vreemde melodie die in de verte klonk. Genade. Genade. Laat ze gaan. Die kinderen treffen geen schuld. Ga je dan nu je belofte nakomen, burgemeester? 10.000 goudstukken. Die zijn voor jou. Ga dan terug naar het dorp en ik beloof je dat alle kinderen van Hamelen ooit zullen terugkomen. Ooit? Ik beloof het je. De burgemeester zelf werd nooit meer teruggezien. Maar de kinderen keerden allen terug naar hun dorp. Slechts weinig mensen herinneren zich wat er toen allemaal in Hamelen is gebeurd. En niemand van hen
heeft er nog weet van hoe de kinderen terug in de stad zijn gekomen. Af en toe horen ze er nog een vreemde, betoverende melodie. Dan staan ze alle even stil en denken terug aan de burgemeester die nooit zijn belofte kon houden. Ze schudden het hoofd en stappen verder. Ieder druk bezig met zijn eigen leventje.